Prinses Amalia hoort bij de meest stijlvolle prinsessen ter wereld. Dat schrijft tijdschrift Vogue. Wij wisten dat natuurlijk al lang. En wat wil je ook, hè? Met de modekoningin Maxima als moeder. Maar ze staat nu bij een lijstje van 13 jonge prinsessen die dus stijlvol zijn. De Oranjes kiezen naast de designers steeds vaker voor betaalbare opties, staat er ook op de website. En tijdens het 5-jarig jubileum van Willem-Alexander droeg Amalia namelijk een top van H&M. En juist dat zorgt ervoor, zegt het tijdschrift, dat het ook nog eens bereikbaar is voor anderen. Dus ze is een stijlicoon, maar het is ook nog eens bereikbaar. Kijk, stijlicoon, een bereikbaar stijlicoon. Ja. Maxima heeft ook de laatste tijd al heel wat vaker iets van de Zara of van de H&M aan. Ja, het lijkt mij... Maar laten we even naar Amalia gaan, want ze is natuurlijk hartstikke jong. Het moet helemaal niet makkelijk zijn als tienermeisje om je staande te houden bij dit soort dingen. Het lijkt me de hel, als ik heel eerlijk ben. Dat je zo in de belangstelling staat zonder dat je daarvoor gekozen hebt. En dan ongevraagd dat social media maar over je heen krijgt. En dat is af en toe voor iemand die 30 is al best wel een dingetje. Maar als je dan 16 bent en je moet jezelf nog vinden en zoeken. En je probeert met alle onzekerheden die erbij horen. Ik vind dat ze het heel knap doen. Meneer Paternotte, u knikt. Ja, absoluut. Nee, ik vind dat ze het heel knap doen. En inderdaad wel... Ja, leuk. Dat past ook een beetje bij de Nederlandse monarchie. Hè? Dat Maxima ook wel eens bij de HEMA te vinden was. Ja. En H&M topje. Hartstikke goed. Ja,